Hi iedereen en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga in deze video mijn telefoon weer opnieuw indelen. En ik ben ziek, mijn stem is nog 10 keer erger dan de vorige video, dus probeer dat een beetje te negeren. Als allereerst gaan we kijken hoe mijn telefoon er van tevoren uitziet, dus laten we snel beginnen. Dit is dus mijn telefoon van tevoren. Ik heb twee pagina's, deze twee, dus er valt niet heel veel te laten zien. Maar alles zit een beetje bij elkaar in mapjes en ik wil het gewoon eventjes weer wat anders. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen met het opzoeken van ideeën en ja, kijken wat we een beetje willen op de app Pinterest. Na het zoeken op Pinterest kon ik een nieuwe achtergrond uitzoeken en kon ik nieuwe widgets toevoegen aan mijn telefoon. Hoe ik dat heb gedaan, dat leg ik je nu uit. Met de app Widgetsmith kun je heel makkelijk nieuwe widgets toevoegen. Ik heb er hier al een hele hoop, zoals je kan zien. Nou ja, je scrolt naar onder en je klikt op een small widget toevoegen. En dan kun je dus een foto toevoegen. En als je dan naar onder gaat naar selected foto, kun je dus een foto uitkiezen uit je fotoalbum. Ja, dat heb ik gewoon heel vaak gedaan, totdat ik allemaal foto's had die ik zelf leuk vond. En die foto's komen dus van Pinterest af. Zo'n foto kan je dus toevoegen door het scherm ingedrukt te houden, op het plusje linksboven te klikken, Widgetsmith op te zoeken. En dan kun je dus een nummer van je widget toevoegen. En dan heb je dus een hele leuke foto op je beeldscherm. Ik heb dus nu mijn widgets en achtergronden verzameld. En het enige wat ik nu ga doen is mijn app-logo's veranderen. Of tenminste laten zien hoe ik dat doe. Dit doe ik dus met de app Shortcuts. En hierop, als je op het plusje klikt, kun je dus een shortcut toevoegen. Dan klik je op Add Action en dan zoek je Open App. Als je dan op dat nieuwe logo klikt, dan zorgt het ervoor dat je je naar de echte app leidt. Dus dan heb je een soort van shortcut. Nou, hier linksboven kun je dan het logo veranderen. Als je hier op App klikt, dan kun je dus een app uitkiezen. Nou, ik kies voor dit geval eventjes voor Instagram. Dat is misschien wel net zo makkelijk. Nu kun je een kleur kiezen en dus een logootje. Nou, je kunt hem hier dus toevoegen aan je homescreen en hem dus hier zo een naam geven. En als je dan klikt op Add, dan komt hij hier op je homescreen terecht. Ik heb net ook al eentje gemaakt, zoals je kan zien. Maar dat is dus hoe het werkt en als je er dan op klikt, dan kom je op Instagram. Nou, nu we dat allemaal hebben gehad, is het tijd om echt mijn telefoon opnieuw te gaan indelen. Dus laten we maar gewoon snel beginnen. Ik ben begonnen met het leeghalen van mijn mapjes en ik heb uiteindelijk voor een groen thema gekozen met een soort van zonsondergangen erdoorheen. Dus ik heb allemaal widgets toegevoegd in dat thema en ben daarna mijn apps op die manier in gaan delen. Met het indelen van mijn telefoon en ik ga nu heel snel met jullie mijn telefoon doornemen. Hiernaast zie je de schermopname en ik heb hem dus echt helemaal aangepast. Ik heb een beetje een groen thema aangehouden met een beetje ja, strand, soms ondergang erdoorheen. En dit is dus de pagina die je tegenkomt als je voor het eerst mijn telefoon inkomt. Het is een beetje mijn sociale pagina, een beetje de basic dingen die je nodig hebt, zoals instellingen, camera, Instagram, Snapchat, Spotify. Op een aantal dingen ga ik wel in en op een aantal dingen ga ik niet in. Ja, dit is mijn Instagram, niet heel bijzonder, maar mocht je me willen volgen, dit is mijn gebruikersnaam. Ik wil wat meer gaan posten dit jaar, want ik post niet heel veel, meestal één keer per maand, een paar keer per paar maanden. Maar niet heel erg regelmatig, maar dat wil ik dus meer gaan doen. Dit is mijn Spotify, ik heb best wel wat afspeellijsten. Ik heet gewoon Michelle van Egmond, Michelle V. Egmond, zelfs als op Insta. En ja, dit zijn mijn afspeellijsten, dus mocht je het leuk vinden om een kijkje te nemen, kijk zeker even op mijn Spotify. Nou, ik heb hier dus mijn Snapchat, Gmail settings, camera en mijn kalender. En een aantal widgets heb ik erbij staan en mijn agenda. Dus ja, best wel basic, maar heel erg overzichtelijk. Dan de volgende is een beetje mijn YouTube pagina. Alle dingen die ik nodig heb om te editen. We beginnen links met Camera Connect. Hiermee zet ik de beelden van mijn camera over naar mijn telefoon. Daarnaast heb ik iMovie, Fonto en Pocket. iMovie is ja, waar ik mijn video's echt in edit. Fonto kan je... ja, foto's naar werken. Hier maak ik mijn greenscreens met tekstjes eroverheen. Pocket gebruik ik veel voor mijn thumbnails. En daarna heb ik YouTube, Pinterest, YouTube Studio en VSCO.
YouTube en Pinterest die ken je wel ondertussen. Maar op TubeStudio kun je dus alle gegevens van je video's zien. Dus ja, dit is een beetje wat je daarin kan zien. Misschien als je het interessant vindt, ja, kun je even kijken wat je hier allemaal ziet. Het is niet heel interessant. Ik heb het wel eens laten zien in een van mijn video's. Maar ja, het is een beetje een overzicht van hoe het met je kanaal gaat. Dan heb ik hier nog een aantal quotes staan. En de datum van vandaag en de dag. Ik ben best wel een chaotisch persoon. Dus soms weet ik dat niet. Dus ik vind het heel handig dat het echt op een aantal pagina's lekker duidelijk staat. Ja, ik heb hier wat motiverende quotes bij gezet. Omdat ik soms best wel er doorheen zit qua motivatie. Dus dat. Dan de volgende pagina is een pagina voor school en reizen. Heb ik allemaal eventjes op één pagina gezet. Want ik had het hiervoor in mapjes. En nu gewoon lekker overzichtelijk naast elkaar. Ook hier heb ik een aantal motiverende quotes bij gezet voor school. Deze apps zijn niet heel interessant. Ik heb hier mijn UU app van de universiteit. Mijn mail voor school. Mijn inlog app Blackboard. Dat is voor mijn huiswerk, zeg maar. Google Translate 9292NS. Dat is voor het reizen en foto's. Omdat het er gewoon mooi bij past. En ik wilde nog één app erbij. Maar die kon ik niet vinden. Dus vandaar deze. Dan gaan we door naar de laatste bladzij. Dat is deze. Ik heb een beetje alle rotzooi bij elkaar gezet. Maar dingen die ik wel nodig heb. Zoals spelletjes bovenaan. Wordtweet en Wie is de Mol. Netflix en Ziggo Go. Om dingen te kijken. Winkels. Poemier, H&M, Zara. De klok. En dingen die ik nodig heb voor mijn werk. Dus mijn bank. Mijn rooster. En de corona check en corona scanner. En daaronder heb ik voor mijn eigen confrontatie mijn schermtijd erbij gezet. Want ik zit veel te veel op mijn telefoon en ik wil dat verminderen. En zoals je misschien al hebt gemerkt heb ik dus geen TikTok op mijn telefoon. Ik heb het verwijderd en ik vind het zo enorm chill zonder TikTok. Mijn schermtijd is al echt een heel stuk minder. Want normaal had ik nu misschien iets van 7 uur op mijn telefoon gezeten. En nu is het 4,5 uur. En heel veel van die uur... Tenminste, heel veel van die uurtjes zijn om mijn telefoon niet meer te delen. Dus het is al een stuk minder. Maar het is een beetje de rommelpagina. En hier heb ik nog al mijn apps gewoon zo staan. Maar ja, ik heb een beetje hetzelfde thema aangehouden op alle bladzijden. En ik vind het oprecht heel ziek geworden. En net heb ik nog, als je hier naar links swipt, een beetje de basic dingen. Dus dat was dus een nieuwe indeling van mijn telefoon. Mocht je benieuwd zijn naar welke achtergrond ik heb gebruikt of... Ja, waar de widgets staan, dan moet je even naar mijn Pinterest gaan en even kijken bij de mapjes. Mijn Pinterest zal ik hieronder eventjes linken of de gebruikersnaam neerzetten en dan kan je zelf eventjes kijken. Maar goed, vond je deze video nou leuk? Druk zeker op de blauwe duimpje omhoog. Abonneer zeker weten hieronder. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!